De grootste artiesten aller tijden. Ze wisten ons te inspireren en zij creëerden de soundtrack van ons leven. Nu is het tijd voor hun grootste fans om ze in ode te brengen. 11 tribute bands krijgen de unieke kans om te laten zien dat zij zo dicht mogelijk in de buurt komen van het origineel. En dat doen zij voor heel Nederland, maar vooral voor de jury. César Zuiderwijk is een iconische drummer van de Golden Earring met een carrière van 60 jaar. Hij hing al boven mijn bed. Het leuke is dat Angela heel erg goed is in luisteren naar zang. Spike weet natuurlijk alles van de gitaristen en ik hou me bezig met de drums en het bandgevoel. Ik vind het prachtig dat als je kijkt naar de bands die meedoen aan dit programma, dat ze from zero to hero kunnen. Dat je als vrachtwagenchauffeur meedoet met je vrienden en dat je in de Ziggo kan eindigen. Mooi, hè? De komende weken gaan werkelijk alle muzikale remmen los. Elke week een ongelofelijke klasse. Move like Jagger. Kom maar uit de heupjes, weet je wel. De heren zien eruit als ik ooit in een ambulance terechtkom. Er doen een hoop coverbands aan deze wedstrijd mee. En jullie zijn daar één van. En de vier bands die het dichtst in de buurt komen van het origineel staan op 7 mei met een uniek optreden in de Ziggo Dome! Dit is toch niet te beseffen, hè? Dat als we winnen, dat we hier dadelijk mogen staan. Deze vier acts krijgen allemaal speeltijd. Maar welke band speelt als headliner het langst? Welkom bij The Tribute, Battle of the Bands. Een gloednieuwe show waarin we op zoek gaan naar de beste tributeband van Nederland.